vandaag een balletje gehakt uit mijn keuken. Heerlijk gemaakte ouderwetse bal gehakt op mijn manier. Er zijn natuurlijk honderden verschillende manieren om een bal gehakt te maken. Ik laat zien hoe je eigenlijk heel simpel de lekkerste bal kunt maken in je eigen keuken. Ik begin met het gehakt. Ik heb hier een kilo gehakt, half om half. En het gehakt is op smaak gebracht door mijn slager met kruiden. En daarnaast heb ik hier een heel groot uitje in plokjes gesneden. Milde sambal, eetlepel, ketchup, ketjap, mosterd, melk, wat ik net zei, smeuïg maken. Ik heb hier Indische kruiden, vadoefan, hoeft niet, maar ik vind het wel lekker. En dan komt die binding, de eitjes. Hier gaan 4 eieren in dit recept. Ik begin met 5 eetlepels paneermeel. En dit gaan we maar eens even mengen. Ik meng het in de machine, want dat vind ik makkelijk. En dan heb ik mijn handen mooi schoon en vrij. Gehakt is op smaak en is van de juiste consistentie, de juiste gevoel en de juiste dikte, zodat ik het gehakt mooi kan vormen om daar een lekkere, mooie bal gehakt van te vormen. En het gaat natuurlijk ook heel simpel, dat hebben we allemaal eens gezien, het maken van een bal gehakt, oer-Hollands natuurlijk, een lekkere grote ronde bal door je handen heen kletsen. En zo maak je een handomdraai, natuurlijk het mooie oer-Hollandse balletje gehakt. In deze pan heb ik lekker braadmargarine gesmolten en bruin laten worden, uitgebruist. En daar gaan we het gehakt in bakken, braden. Je ziet het, hè? Gelijk dichtschroeien. Zo'n bal gehakt, die ga ik dus aan beide kanten lekker braden, zodat die mooi van kleur is. Voorzichtig omdraaien. En dan moet zo'n balletje gehakt natuurlijk gaar zijn van binnen. En het garingsproces vind ik het makkelijkste om te doen in de oven. Niet te heet, gewoon 160 graden, zo'n 20 tot 30 minuten. Het hangt een beetje af natuurlijk van de grootte en de dikte van uw bal gehakt. Dus garingsproces doe ik in de oven. Een balletje gehakt hoort natuurlijk thuis in een jus-pan. Hier heb ik een pan genomen en daar zit basisjus in. En ik heb altijd een pannetje met oude jus. En deze twee jus, dat is het geheim van mijn jus, die doe ik bij elkaar. In deze pan, de wokpan, ben ik aan het verwarmen. Een beetje spek uitbakken. Deze brengen we rustig aan de kook. En in die jus-pan doen we nog 1, 2, 3 kruidnagels. Spekjes lekker uitgebakken. Blussen. Een beetje rode wijn. En dit doe ik dan bij de jus. Deze ballen hebben ongeveer zo'n 25 minuten, zoals ik al zei, in de oven gestaan. De balletjes in de jus doen. En daar moeten ze eigenlijk nog een kwartiertje lekker in sudderen. Dekseltje erop. Zo'n klein kiertje. En dan eventjes een kwartiertje een beetje laten pruttelen. En nou wil ik natuurlijk laten zien hoe zo'n bal eruit ziet van binnen. Kijk, mooie grote bal. Op bord. En dan laten zien wat ik bedoel met mijn bal gehakt uit mijn keuken is dit. Mooie vulling, mooi sappig van binnen en lekker zacht en met veel smaak. Dus beslist niet droog. Dat is wat ik wil laten zien met een balletje gehakt uit mijn keuken. Tot de
tot volgende week.